Waarom dat we meedoen met Wood Award is de eerste reden. Ik had zelf eigenlijk een tafel nodig. En de school had eigenlijk op dat moment geen project voor mee te doen met Wood Award. Ik ben bij ons thuis zelf een beetje aan het verbouwen aan en zo. En ik moest een nieuwe eetkamertafel hebben. En daarom heb ik voorgesteld voor een eetkamer te maken hier op de school. Een zierkante tafel. Dus zo'n tafel kun je met 8 personen aan zitten. En kun je uitklappen en kun je er met 12 aan zitten. Dus. De jongens hebben natuurlijk alles van A tot 6, doen ze zoveel mogelijk zelf. Ik begeleid natuurlijk zoveel mogelijk de jongens. Wij hebben plaatmateriaal, dat bestaat uit een massieve laag wengi. Dus daar hebben wij ook een zaagplan van moeten maken. Dus de jongens weten perfect, hè. Ze hebben de onderdelen, ze hebben een tekening op ware grootte gemaakt. Dat is een eerste stap. En zo zijn wij stap per stap, eerst de voet gemaakt, dan de ondertafel. Nu zijn ze met de boventafel bezig, de ronde kanten aan het aantrekken en op en schuren. Ik vond persoonlijk de voet van de tafel het moeilijkste. Dat is een vierkante en dan moet je die kunnen lijmen. Dat is niet zo altijd gemakkelijk. Met de dominofrees, zo alle verbindingen en domino's erin duwen. En, ja. Wengi is sowieso een delicaat materiaal qua uitsplintering. Dus dat is ook een moeilijkheid. Dus we moeten zo veilig mogelijk, zo zuiver mogelijk en zo goed mogelijk werken natuurlijk. Hè. En uitkijken dat ze niks stuk doen, omdat het natuurlijk duur is. We hebben eigenlijk meer grip voor het hout eigenlijk uit te trekken waar ons tafel op komt gebracht. De jongens zijn er zeer enthousiast over, moet ik wel zeggen. Ja. Dus, ze doen heel goed mee. Dus, ik had een beetje erger verwacht, maar mijn verwachtingen zijn meer dan goed. Het is wel mooi hout, vind ik. En, ook een grote constructie. Winnen is natuurlijk niet het streefdoel, dus meedoen is nog altijd belangrijker dan winnen. Voor de jongens winnen zou natuurlijk wel mooi zijn. Mooi meegenomen zijn. Maar ook voor de school, het is en blijft een mooie wedstrijd.